En dan nu? Je hebt mensen die overal iets in zien, die ook altijd iets anders zien dan een ander. Hallo kijkers, Nijmegen zegt dat ze de oudste stad van Nederland is en ik vraag me dan altijd af, waar zie je dat nou aan? Sinds kort hebben we in Nijmegen een replica van een Romeinse grafheuvel, op het Mariaplein. Ooit strategisch gelegen tussen het hooggelegen Kopsplateau aan de ene kant en het lager gelegen bewoonde stedelijke Romeinse gedeelte van het Waterkwartier. Grafheuvels komen voor in diverse afmetingen en werden gemaakt van verschillende materialen, afhankelijk van de periode en het gebied. Ook de maatschappelijke positie van de overledenen bepaalde het type grafheuvel. Later ontstonden er in Nijmegen nog op deze buiten de middeleeuwse stadswal gelegen locatie een algemene en een later katholieke begraafplaats op de Daalseweg. Door korrelanalyse en bestudering van kringgreppels in de omgeving is hier een moderne variant gemaakt op een van de historische plekken van de stad. Fraai afgewerkt met laagbloeiers over de hele oppervlakte en een boom op het hoogste punt van de heuvel. Aanstaande zaterdag 3 oktober wordt het vernieuwde Mariaplein heropend door de wethouder van cultuur als start voor de nacht van het ommetje in Nijmegen-Oost. Op 7 andere plekken zijn ook nog ommetjes die nacht. Kijk op www.nachtburgemeesternijmegen.nl of op de Facebookpagina Nie Nuilen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. De opening van het Mariaplein is om 19:30 en verder zijn er ommetjes van 8 tot 10. En wel ommetje Hazekamp in Sint-Anna-Heindaal, het ommetje Goffert, het ommetje Hees, het ommetje Neerbos-Oost, het ommetje Bottendaal, er is een ommetje in Brakenstein en er is een ommetje in het Waterkwartier De Biezen.